voorstellen aan Simon en Febe. Simon is projectleider bij Stad Antwerpen voor dit RUP en Febe is van het studiebureau Sweco. Zij zullen jullie de presentatie geven. Voilà, dan denk ik dat we ineens kunnen beginnen met de presentatie en dan geef ik nu het woord aan Simon. Goedenavond. Ja, de vorige slide was nog eens de verschillende afspraken overlopen, maar ik denk dat Hannelore ze duidelijk heeft uitgelegd. Dus volgende slide, voilà. Wat is een RUP? Is een ruimtelijk uitvoeringsplan. Wij korten dat af als een RUP. Daarmee beschrijven we wat er in een bepaald gebied kan en niet kan. Dus dat beschrijft hoe er in de toekomst gebouwd en verbouwd mag worden, welke functies daarbij, welke invullingen er in de verschillende gebouwen mogen komen en ook hoe dat die gebouwen eruit moeten komen te zien. Alle toekomstige ontwikkelingen en omgevingsvergunningsaanvragen moeten ook binnen dat kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan getoetst worden en worden dus voor vergunningen, onze dienstvergunningen, gebruikt om eigenlijk de verschillende aanvragen te toetsen. Vandaag presenteren we de start- en procesnota. Dat is eigenlijk de eerste stap van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daar beschrijven we de verschillende doelen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden gedaan en gemaakt voor het gebied. En wordt ook het planningsproces in de procesnota beschreven. Dus dat is de eerste stap van het RUP. Die is goedgekeurd door het college op 26 mei. En naar aanleiding van de start- en procesnota en de goedkeuring daarvan wordt er een adviesronde georganiseerd en wordt er ook aan de verschillende burgers in de omgeving, maar ook in het algemeen, gevraagd om opmerkingen en vragen op het RUP te formuleren. Wij organiseren dan ook een infomoment, zodat iedereen daartoe de kans krijgt. Denk volgende slide. Voilà. Dus nu gaan we inhoudelijk in op het RUP. Ik geef daarvoor het woord aan Febe. Febe werkt voor studiebureau Sweco en zij begeleiden ons bij de opmaak van het RUP. Ja, goedenavond allemaal. Dus we kijken hier vanavond naar het RUP Boschopbrug. Misschien kort, waar is het gebied gelegen? Het is gelegen in het district Berchem, eigenlijk vlakbij Antwerpen-Berchem station. Die jullie hier ook zien op die luchtfoto. In het noorden is het gebied afgebakend door de Binnensingel. In het oosten en westen door de spoorweginfrastructuur en ook de fietssnelweg tussen Antwerpen en Mechelen. Iets verderop ligt ook de Antwerpse ring. En in het westen wordt het gebied afgebakend door Posthofbrug. Het is niet zo'n supergroot gebied. Het is 1,15 hectare groot. Maar het heeft eigenlijk wel echt een zeer prominente ligging, aangezien dat het aan veel verschillende invalswegen ligt voor de stad, waardoor het een stedelijk knooppunt is, zowel op vlak van mobiliteit als ook een economisch knooppunt door de aanwezigheid van het station en ook omliggende kantoren. In het westen van het gebied is ook het natuurreservaat Wolvenberg gelegen. Er zijn ook enkele waardevolle ecologische spoorwegbermen in de buurt en ook het toekomstige ringpark loopt langs het gebied. Vandaag is er eigenlijk het seinhuis van Infrabel aanwezig reeds en is er ook een werf in aanbouw in het noorden van het gebied, wat dat een kantoorgebouw is dat vergund werd voor gemeenschapsvoorzieningen. Het kantoorgebouw dat vergund is geweest, is dus vandaag bestemd voor kantoren voor openbaar nut en gemeenschapsfuncties. De vergunning werd afgeleverd in mei 2021 en het is dus volledig nieuwbouw, waarbij dat er ook een gemeenschapsfunctiesplint aanwezig zal zijn met een polyvalente zaal dat bijvoorbeeld als huiszaal gebruikt kan worden en ook een fietsenstalling op de eerste verdieping. Het is momenteel volop in aanbouw en het RUP is eigenlijk noodzakelijk om ook niet alleen gemeenschapsfuncties daar te gaan toestaan in kantoren voor openbaar nut, maar ook bijvoorbeeld private kantoren. De kantoorontwikkeling, die dus vandaag ook in uitvoering is, die past ook volledig binnen de planologische context van de stad Antwerpen en staat in relatie met het strategisch ruimtelijk structuurplan van Antwerpen, waarin dat er de bindende bepaling was opgenomen voor de uitbouw van de locatie en de omgeving van Berchem station tot een top- en kantoorlocatie. Het was ook opgenomen als een van de 15 hefboomprojecten met hoge prioriteit voor de implementatie van het actief beleid,
Wat bedoelen we daarmee? Is ja, dat echt gaan uitbouwen tot die top- en kantoorlocatie Berchem. Er werd ook gevraagd in die bindende bepaling om het RUP op te gaan maken voor heel die omgeving. En uiteindelijk is dat RUP top- en kantoorlocatie van Berchem Station opgedeeld geweest in het RUP Post X, die al in 2011 goedgekeurd werd en ook ondertussen ontwikkeld werd. En het RUP Posthoofdbrug, die we vandaag aan jullie presenteren. Het strategisch ruimtelijk structuurplan wordt ook binnenkort vervangen door het strategisch ruimteplan Antwerpen, dat momenteel in opmaak is. Maar daar is eigenlijk dezelfde visie ook voor het gebied opgenomen, waarin dat Berchem Station als bedrijvige knoop wordt ontwikkeld met kantoren, detailhandel en dus ook ja, eventueel productie en gemeenschappelijke functies. De ambitie werd ook versterkt in 2020 in de beleidsnota tot aan ruimtelijke economie, waar dat opnieuw werd meld dat het, de omgeving van Berchem Station als een top- en kantoorlocatie zal uitgebouwd worden. Wat dat eigenlijk het kader zal vormen om van Antwerpen een innovatieve businessstad te gaan maken en ook een ideale plek voor te ondernemen. Als we dan even kijken naar de juridische context, dan is vandaag het gewestplan nog van kracht. Het gewestplan is dus ja, de plannen die in de jaren 70 opgemaakt zijn geweest. Het RUP zal eigenlijk een nieuwe laag vormen die op het gewestplan komt en een bestemmingswijziging zal doorvoeren. Maar dus vandaag zitten we nog met die eerste laag, het gewestplan, dat momenteel bestemd is als een blauwe zone, zoals dat jullie hier ook zien op deze kaart. En een blauwe zone is een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Vandaar ook dat het kantoor momenteel vergund geweest is als een kantoorgebouw voor die gemeenschapsvoorzieningen en openbare functies. Er is ook een reservatiegebied nog in overdruk aangeduid op het plan, wat dat ruimte is voor de spoorweginfrastructuur. En dan in het westen van het gebied is er ook een parkgebied bestemd, wat dat het natuurreservaat Wolvenberg is. Dat is dus ook een erkend natuurreservaat. En we zien ook op de fluviale overstromingskaarten dat het gebied licht te kampen heeft, zeer beperkt te kampen heeft met wat overstromingsgevoelig gebied in het noordelijke hoekje en aan de zuidelijke rand van het plangebied. Zoals ik ook al kort had aangehaald, hebben we hier die overdruk met de spoorwegen en wordt het gebied begrensd door de spoorwegen. Dat zorgt er ook voor dat we de afstandsregels moeten respecteren tot de sporen. Dat is een minimale afstand van 5 meter tussen eigenlijk de tenen van het talud en dan tot en met het gebouw. En we mogen ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor de spoorweginfrastructuur niet gaan hypothekeren. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Aan de overzijde, de oostelijke zijde van het spoor, is er het RUP Post X dat dan in 2011 van kracht gegaan is, dat een deeltje uitmaakt van het totale RUP top- en kantoorlocatie Berchem Station, waarin dat dan het RUP dat vandaag jullie gepresenteerd wordt, Posthoofdbrug, ook een deeltje van uitmaakt. En dit RUP is in een kleine een versnelde opmaak gegaan om eigenlijk al snel op korte termijn de stedelijke visie te gaan vastleggen. Nu willen we dit natuurlijk ook voor de overzijde doen. En het gebied voor Post X is bestemd voor gemengde functies, kantoor en recreatie, maatschappelijke functies. En er is ook, misschien wel wat klein hier aangeduid, maar aan eigenlijk de westelijke grens van deze zone ook een verbinding voor langzaam verkeer. Om samen te vatten, is er de algemene doelstelling voor dit RUP is het uitbouwen van deze locatie tot een top- en kantoorlocatie, zoals dat er ook in het strategisch ruimtelijk structuurplan werd vermeld en het strategisch ruimteplan Antwerpen, ook de beleidsnota ruimtelijke economie. We willen een stedelijke ontwikkeling gaan doen naar analogie met Post X, dat aan de overzijde van het spoor ligt. En met analogie bedoelen we gewoon dat we dezelfde ontwikkelingskansen willen gaan creëren voor deze heel goed gelegen locatie. En dan als derde doelstelling is het verbreden van de toegestane functies binnen het plangebied. Dus eigenlijk die verruiming van de functie van een kantoorgebouw voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen naar ook de mogelijkheid om daar ook private kantoren in te gaan voorzien. Die ontwikkelingsvisie kunnen we ook verder gaan verfijnen in 4 concepten. Die ook voor de langere termijn van het plangebied van het RUP is natuurlijk een lange termijnvisie ook. Dat verder gaat verfijnen, die ontwikkelingsvisie. In eerste instantie is er het concept van de ontwikkeling naar analogie met Post X, omdat we daar juist op die heel goed multimodaal bereikbare plek liggen aan Antwerpen-Berchem Station, maar ook dicht bij de ring en de binnensingel, willen we die potentie echt wel gaan benutten. En is de uitgewezen plek voor zo'n grootschalige kantoorlocatie te gaan voorzien.
Er is ook vandaag weinig relatie met de omgeving en die willen we ook wel gaan opzoeken met de omliggende wijk Berchem, om daar dan ook die plint met gemeenschapsfuncties te gaan voorzien, zodat daar ook iets van maatschappelijke functie wordt teruggegeven naar de buurt. Het tweede concept is een gemengde stedelijke ontwikkeling. Hiermee bedoelen we dat we ook een plek willen gaan creëren dat levendig is na de kantooruren. Dus door die maatschappelijke functies en daarin te gaan voorzien, garanderen we ook dat er na de kantooruren activiteiten plaatsvinden. En dat kan dus door de gelijkvloers bijvoorbeeld voor publieke en commerciële functies te gaan inzetten. Ook voor die verweving van recreatieve functies, maatschappelijke functies, zoals die polyvalente zaal of een vuiszaal. En we mikken er ook op om in te gaan zetten op een flexibel raamwerk en de structuur voor het gebouw. Omdat we naar de toekomst toe niet per se weten wat de ruimtevraag gaat zijn. Die wijzigt vaak. En om door een flexibel raamwerk voor het gebouw te gaan voorzien, dus echt de structuur van het gebouw, is het ook zo op die manier bestand tegen verandering van functie en ook gebruik in de toekomst. Een derde concept is een hoogwaardige ontwikkeling met enkel voorkanten. Aangezien dat het gebied tussen die belangrijke invalswegen ligt, zowel op vlak van openbaar vervoer als ook autoverkeer en traagverkeer, willen we eigenlijk gaan inzetten op 4 gevels die aan elke kant een interessant ontwerp hebben, die langs elke kant goed afgewerkt zijn, een hoge architecturale beeldkwaliteit, zodat het gebouw ook echt zo'n visitekaartje, een eyecatcher kan zijn naar de omgeving toe, zoals dat Post X vandaag ook al is, dat dat opvalt langs de ring of langs de binnensingel. En het mag ook wel wat dezelfde uitstraling hebben van de kantoorontwikkeling. En tot slot is er ook het vierde concept duurzaam bereikbaar. We zitten dus op die multimodaal ontsloten plek met zeer goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, met de trein en de tram. Maar we willen ook gaan inzetten op de bereikbaarheid met de auto, omdat het ook daar goed in voorzien is. En ook door alle zwakke weggebruikers te gaan voorzien, zoals de connectie met de fietssnelweg, maar ook een goede kwalitatieve verbinding voor voetgangers van het kantoorgebouw naar het station. Er kan een pleinfunctie hier voorzien worden, eigenlijk aan het noordelijke hoekje van het kantoorgebouw, om ook een vlotte bereikbaarheid vanuit het station te hebben en die onthaalfunctie te gaan opvangen. Voor het gemotoriseerd verkeer is er een ontsluiting via Posthofbrug en kan er ondergronds geparkeerd worden. En we kijken daar ook voor een meervoudig gebruik van de auto- en fietsenparking. Dat is daar gewenst om bijvoorbeeld te gaan inzetten op dubbel gebruik van de parking voor bijvoorbeeld pendelparking of ook een overflow parking bijvoorbeeld voor de fietsenstalling van het station. Als we dan even kijken naar de afbakening en rijkwijde van het plangebied meer in detail, dan is de grens van het plangebied momenteel bepaald op eigenlijk de blauwe zone van het gewestplan, met dan een kleine uitzondering aan de oostelijke grens, waar dat we dan de perceelsgrens gaan volgen zijn, om toch ook die volledige zone tot tegen de sporen mee te gaan nemen in dit nieuwe RUP. En qua detailleringsgraad willen we gaan kijken naar de voorschriften ook van Post X, zodat we diezelfde rechtszekerheid, maar ook flexibiliteit kunnen meenemen in dit RUP. Dan qua timing, die ook voorgenomen werd in de procesnota. Zoals Simon daarnet al vertelde, is dat de procesnota geeft echt wel het planningsproces weer. Dit is de timing die momenteel vooropgesteld werd. We zijn dus nu na de goedkeuring van de startnota en procesnota, en we bevinden ons nu in de publieke consultatieperiode van de startnota. Die loopt vanaf 12 juni tot en met 10 augustus. Hier zullen we reacties gaan verzamelen om die dan uiteindelijk te gaan verwerken in een scopingnota. De scopingnota is het document waarin dat we alle antwoorden gaan bieden op die reacties en ook de adviezen van de adviesinstanties die we ontvangen. En ook verder de merscreening gaan bekijken of dat het project significante effecten bijvoorbeeld heeft op milieueffecten. Daarna zullen we overgaan tot een voorontwerpruip, waar we een eerste draft gaan maken van het grafisch plan, het effectieve bestemmingsplan en dan ook de voorschriften die daaraan gekoppeld zijn. Daarmee gaan we dan opnieuw naar de adviesinstanties en gaan we een ontwerpruip gaan opstellen. En dan komt er een tweede periode van openbaar onderzoek, waarin jullie ook opnieuw in een tweede ronde een reactie kunnen uitbrengen op dit RUP. En dan hopen we zo, na de verwerking van al deze reacties en adviezen in deze tweede periode, dan te landen met een definitief RUP in de zomer van 2024. Voilà.
Dus we hebben nu ook voldoende tijd voorzien om jullie vragen en opmerkingen te gaan beantwoorden. Die kunnen jullie dus stellen via de VNA-knop van onder aan het scherm. Of je kan die ook altijd later gaan stellen door een mail te sturen naar ruimtelijkeplanning@antwerpen.be. En dit kan nog tot en met 10 augustus.